allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ben op dit moment aan het inpakken. Want zoals jullie misschien weten ga ik over 2 dagjes naar Kreta toe. En ik ga er naartoe met Nivea. En het thema is wit pastel. Dus ik ben allemaal zachte tintjes aan het inpakken. Hier heb ik eigenlijk een hele stapel met alleen maar witte jurkjes, broekjes, topjes, dingetjes. Maar goed, ja, ik weet het niet zo goed. En wat ik ook heel erg lastig vind, ik zit natuurlijk ook in outfitjes te denken voor foto's. Alleen, ik ga daar alleen naartoe. Of alleen, er zijn nog heel veel andere meiden, andere influencers, maar die ken ik niet. Dus ja, dat is best wel een dingetje. Ik vind het best wel spannend ook. Want ik ben eigenlijk nog nooit eerder alleen op een trip gegaan waar ik mensen helemaal niet kende. Er gaat nog wel een ander meisje, vrouw, mee uit Nederland. En ik volg haar wel op Instagram, maar ik heb haar verder nog nooit persoonlijk ontmoet. Dus waarschijnlijk zal ik ook wel met haar optrekken. Omdat we gewoon allebei lekker Hollands zijn. Maar goed, ik heb dus geen flauw idee wat ik moet verwachten. Ik ben lichtelijk zenuwachtig, want naast dat ik daar alleen naartoe ga, vlieg ik ook alleen. Want het andere, Janine heet ze geloof ik. Ik weet niet of het nou Janine of Janine is. Ze is van Preta Pregnant, zeg ik het goed? Ik weet het niet precies. Maar zij vliegt dus een andere tijd heen dan ik. Dat betekent dat ik ook alleen moet vliegen. Voor de mensen die mij al een tijdje volgen weten ook dat ik een beetje boel, vliegangst heb. Dus het is allemaal gewoon spannend. Maar goed, het gaat allemaal goed komen. Ik ga even verder mijn koffer inpakken. En ik denk dat ik jullie weer zie op het vliegveld. Of op de reis ernaartoe. Ik moet trouwens om 6:30 ochtends al vliegen. Wat betekent dat we echt om 4:30, misschien zelfs 3:00 s'nachts al weg moeten. Maar gelukkig heb ik zo'n lief vriendje die mij gewoon daar naartoe wil brengen. Dus ik zie jullie later weer. Doei! Goedemorgen allemaal. Ik ben op Schiphol en het is echt super vroeg. Het is 5:30. En zoals jullie kunnen begrijpen ben ik dus al een paar uur wakker. En om 2:15 opgestaan, Leon heeft me om 3:00 naar Schiphol gebracht. Want ik vlieg dus zo meteen naar Kreta. Ik ben heel moe, dus ik hoop dat ik zo meteen in het vliegtuig lekker kan slapen. Dus volgens mij 3,5 uur of zo. Bijna 4 uurtjes. Goed, ik hoop dat het goed gaat. Ik zie jullie straks in Kreta. Op Kreta. Hetzelfde als in de vorige vlog. Op Kreta. Ik ben veilig aangekomen. Ik vond het even spannend in het begin, maar het is allemaal goed gegaan. Alleen ik kom nu dus net de aankomsthal uit en ik zie nergens de taxi staan. Dus ik heb even wat eten en drinken gehad en ik ga nu weer terug naar die plek om te kijken of de Nivea cab er nu wel staat. Ik hoop het. I've made it! Nou, ik ben op de kamer aangekomen en het is echt heel erg mooi. Ik ga jullie even laten zien wat mijn uitzicht is. Kijk nou jongens, ik heb gewoon mijn eigen... Hoe gaat de deur open? Private pool. Het is een beetje jammer dat het eigenlijk een beetje koud is. Maar dit is toch heerlijk. Het is echt gewoon prachtig. Oh my god. En dan het uitzicht hier. Klein strandje. Echt heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Ik denk op zich dat ik hier best wel in de zon kan liggen. Als ik zeg maar een beetje uit de wind lig. Hoe is het water? Het water is wel koud. Het is wel een beetje te koud om te zwemmen. Maar goed, mijn koffer die is volgens mij gebracht. Dus die ga ik even uitpakken. Ik moet heel nodig plassen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan ga ik even relaxen. En dan over 1/2 uurtje ga ik even lekker lunchen. Ik neem jullie de hele trip mee. Superleuk. Ik weet nou niet of ik het al had verteld. Maar ik ben hier dus met Nivea. Ze hebben een nieuwe zonnebrand.
die ook je kleren beschermt. Dus ja, die ga ik natuurlijk opsmeren. En ga natuurlijk even kijken wat hierin zit. Handdoekje. Haarmelk? Is het gewoon shampoo? Ik weet het niet. Handcreme, dat komt goed uit. Ik heb hele droge handen. En een lekkere Nivea lipcreme. Oké. Ja, ik ga hem uitpakken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me toch wel een klein beetje alleen voel hier. Maar goed, ik moet ook maar eens leren om gewoon helemaal in mijn eentje te zijn. Ik ben dat totaal niet gewend. Want ik neem eigenlijk altijd iedereen mee op reis. Of ik ben met Leon. Dus ja, dus wel even wennen. Maar goed, er is zometeen dus wel nog een Nederlands meisje. Alleen ik hoorde dus net dat ik niet bij haar in de groep zit. Ja, en ik ben dan weer zo'n kneus die dan denkt, shit, dat had ik toch eigenlijk wel graag gewild. Maar goed, oké, ik ga gewoon het beste ervan maken. Ik ga gewoon lekker mijn koffer uitpakken. En dan ga ik richting de lunchgelegenheid. Ja joh, lekker glaasje. Glaasje, flesje bubbels. En wat hebben we hier? Iets lekkers. Oei, oei, oei. Dat zal wel iets Grieks zijn. Oké, zal ik het proeven? Proberen. Ik ruik altijd eerst aan eten. Lekker. Heel zoet. Heel zoet, maar wel lekker. Beetje, proeft eigenlijk een beetje een stroopwafel. Lekker. Be able to be creative on productions, but still. Lekkere lunch. Ik heb lekker Griekse yoghurt. En lekker fruit erbij. En ik zit hier nog met een ander meisje uit Denemarken. Nee, zeker. Maar goed, we zitten hier lekker te lunchen. En het uitzicht is prachtig. Zo, het is hier zo mooi. We gaan nu eventjes naar het strand toe lopen. Zo, ik ben weer terug op de kamer. En zoals jullie kunnen zien, lig ik hier heerlijk in het zonnetje. Het is best wel fris nog, maar ik zit hier dus in mijn... ik zie er echt niet uit zo, maar goed, maakt niet uit. Ik zit hier in mijn, ja, private afgelegen stukje. En ik zit hier echt precies uit de wind en ik lig heerlijk in de zon. Ik ga ervan genieten en ik ga even een dutje doen, want ik ben echt zo moe. Ik heb maar 3 uur geslapen vannacht, nog niet eens. Dus ik ga even lekker een dutje doen. See you soon. Ik had al een poging gedaan om erin te staan. Mijn voet helemaal rood. Zo lekker! Zo, ik heb me even klaargemaakt. En ik heb aan een blouseje van H&M. Rokje van... Putsie? Van Rain. Via Fridge. En mijn Balenciaga boots. Dit is mijn make-up look. Oh ja, en oorbellen heb ik in van H&M. Even een tasje pakken. En dan... ga ik nog maar eventjes de buurt hier verkennen. Want ik heb nog niet alles gezien. Ik heb eigenlijk heel erg trek. En we gaan pas om 9:30 eten. Het is volgens mij nu 6 uur of zo. Dus ik ga eens even kijken of er wat te snacken valt. Zo, hier eventjes de hele look. Echt een super cool rokje dit. Licht erbij laten zien. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dan is deze blouse en deze boots. En ik hoorde dus net dat Lima, dat is een meisje die ook op Instagram zit, dat zij ook komt. Dus ik hoef toch niet zo alleen te zijn als dat ik aanvankelijk dacht. Zo, ik zal je nog eventjes een kijkje geven hoe het park eruit ziet. Ik ga nu naar het restaurant lopen. Kijk, het is echt heerlijk weer. De nummer 2 voor vandaag. Ziet er ook heel erg lekker uit.
Hey jongens, nou ik ben weer op de kamer. Ik heb niet zoveel gefilmd, maar dat kwam ook mede doordat ik, dat het gewoon een beetje awkward was. Maar er was gelukkig wel een ander heel leuke meisje uit Noorwegen. Zij was hier ook alleen, dus wij hebben gezellig de hele avond gekletst. Want de andere meiden die ik ken, die komen pas vanavond laat aan. Dus die waren er nog niet. Maar goed, eten was eigenlijk best wel heel lekker. Terwijl ik 9 van de 10 keer eigenlijk bijna niks lust. Oh. Zijn ze nou op mijn kamer geweest? Ja. Nou goed, vond ik het lekker. En het is nu 10:30. Ik ga lekker in bed liggen. Ik heb het koud. Ik heb het echt heel erg koud. En ik ga lekker een serietje kijken. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga rond een uurtje of 9 denk ik ontbijten. En daarna hebben we een workshop. Ik weet het niet precies. Ik ga het morgen allemaal zien. Het is volgens mij een beetje een vage vlog. Omdat ik zelf ook niet heel goed weet wat er allemaal nou te doen is. Maar dat maakt niet uit. Het was in ieder geval dus gezellig vanavond. En even bikini opruimen. En morgen weer een nieuwe dag. En ik hoop dat het leuk wordt, vast en zeker. Ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. Goedemorgen jongens, ik ben wakker en aangekleed. En ik loop nu deze kant op naar het ontbijt. Zo, dit is het uitzicht op het strand. Ik kijk dit water en hoe alles eruit ziet. Echt, ik voel me nu zo gelukkig. Dus elke keer wanneer ik ben in de zon of met de zee en het strand, dan voelt het gewoon echt... echt heel lekker. Het weer is vandaag ook super goed. We hebben zometeen eerst een... wat gaan we precies doen? Je kan zeg maar je skin, ik begin al in het Engels te praten. Je huid laten checken, zeg maar met zo'n bepaalde foto. Dat je kan zien of de zon het heeft beschadigd, ja of nee. Dus dat gaan we doen. En verder gaan we nog wat meer informatie krijgen, denk ik, over nieuwe Nivea producten. En daarna hebben we lekker tijd om niks te doen. Zo lekker. En ik heb hier een hele leuke meid ontmoet, namelijk Annabel. Nice to meet you. Nice to meet you. En zij komt uit Noorwegen. Gisteren gezellig meegegeten in de avond. En net ook lekker ontbijtje mee gehad. En we gaan nu eventjes foto's van elkaar maken. Dus ik zie jullie straks. Nou, inmiddels omgekleed, keer 100. Blouse, H&M, shorts, Levi's en Gucci loafers. En de workshop gaat nu beginnen. En het is hier zo vredig. Het is hier zo lekker, jongens. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Dit gevoel, dat is nog heel anders dan toen ik in Kaap Verde was. Want dit is veel meer rust of zo. Daar was het allemaal druk en iedereen eten de hele tijd. En dit was gewoon allemaal heel relaxed en fijn. Volgens mij is dat begonnen. Kut. Doei. Mm-hmm. Mm-hmm. In reality, without UV illumination. Absorbs completely. Oh my god. The UV light, and so there is no reflection into the camera, and it appears black on your face. Mm-hmm. Yeah, but is it like full face? And with this camera setup, you can already see how good is the coverage. Ik heb dus net op mijn gezicht, of mijn make-up van mijn gezicht afgehaald. En er werd dus met UV-licht op mijn gezicht geschenen. En dan zag je dus al die moedervlekjes die je normaal gesproken eigenlijk helemaal niet ziet. En toen ging ik me dus insmeren met zonnebrand en gewoon helemaal zwart. Dus het beschermt echt heel goed. Ik heb wel zo'n filmpje gezien op Facebook, maar nu had ik het dus zelf gedaan. Super, super grappig om te zien hoe dat er dan uitziet. En ik ben net weer even opgemaakt. En ik vind het echt heel erg mooi. Normaal gesproken vind ik het echt eigenlijk bijna nooit mooi om opgemaakt te worden door een ander. Behalve Saraya, want zij kan het ook. Maar het is ook echt twilling. Weer een heerlijke lunch met Griekse yoghurt en fruit. With my partner in crime. Yay! Mm.
it good? Yeah. Okay. Hey, het is nu. Yeah, I called. Yeah. Ga ik weer in het Engels praten. We zijn net hebben een video gemaakt en nu hebben we. 313? Sorry? 313? Yeah, sorry. Yeah, 313. You can just put it over here at the pool. It's fine like that. You don't have to set the table or whatever. Are you sure? Yeah, I'm fine. Yeah, thanks. Okay, and I want a signature. Yeah. Thank you. Thank you. Oké, okay, thank you very much. Oké, dus ik zou verder vertellen. We krijgen nu dus net lekker cappuccino met even een schaduw. Met een fruit plate. En daar gaan we dus eventjes een leuke foto van maken. Hier hebben we allebei een lekkere cappuccino. And we have our fruit plate. Oh, it's a good one. Yummy, yummy in my tummy. Fruit is echt zo lekker hier. Really good, right? Hey allemaal, het is nu eind van de middag en ik heb me net gedoucht, zoals jullie misschien kunnen zien aan mijn handdoek. En ik ga me nu eventjes aankleden. Vanavond hebben we dus een soort van white party. Maar ik ben alleen niet helemaal zeker wat ik nou aandoe. Ik heb twee opties en die ga ik even aan jullie laten zien. Niet dat jullie me nog kunnen helpen wanneer deze video online staat. Maar goed, ik kan het toch even laten zien. Moment. Oké. Okay. Oh. Optie 1 is deze jurk van Designers Remix met mijn witte Balenciaga boots. Oh, oké, misschien wel drie opties. Optie 2 is dit vest blouse-achtige dingetje. En dan dacht ik dit te dragen met mijn witte lakbroek. Maar dit voelt misschien een beetje te veel Sensation White aan. En wat ik ook nog heb, is deze plissé rok. En dan met een wit t-shirt. Misschien ook leuk. Oké, ik weet het nog niet. Ik ga even mijn make-up verder doen en dan mijn haar. En dan kijken wat het leukste staat. Ik zal het jullie zo meteen laten zien welke outfit het is geworden. En dit is de outfit. Jurkje, leren jasje, Balenciaga boots. En dan doe ik daar dit tasje bij. Zo, we hebben net groepsfoto gemaakt en ik heb eindelijk mijn Nederlandse steun en toeverlaat gevonden. We kunnen eindelijk weer gezellig Nederlands praten. En we hebben net foto gemaakt en we gaan zo meteen lekker uit eten. Iets hier buiten het hotel, geloof ik. Dus ik ben benieuwd wat we te eten krijgen vanavond. Tzatziki? Ja, waarschijnlijk. En hoe heet het ook weer dat drankje? Raki. Raki. Kijk eens hoe mooi. Hi Lima. Hi. Ik weet van Belgium. Ja, het is mijn Belgische vriendin. Mijn Belgische vriendin. Die zal, nu even zwart uitziet. Ik zal even een klein beetje proberen om een beetje Belgisch of Vlaams te praten. Ja, want dat kan je wel goed, meid. Een beetje. Dinner time with all these pretty girls. Oké, het licht is vreselijk, maar ik ga nu dus Het is toch een garnaal? Ja, een gamba. Proberen. En ik vind het niet zo lekker, maar ik ga nu proberen. Hoe ga je het doen? Zo? Ja. Het stinkt echt, ja. Ja, als je net aan het trainen bent met vis eten, moet je het wel hebben. Nee, ik heb het al eens eerder gehad. En nee, dan doe je het zo, dat staart je eraf. Ja? Dit is het gewoon. Ja? Ja, oké. En dan moet je nog wat op. Kan. Maar je kan het ook gewoon zo eten. En als je het niet trekt, dan spoel je het weg met hierom zitten. Oké, hier gaat ie. Goed? Een beetje muf. Oké, dus we gaan nu en ik ben ook daar. We zijn duo aan het vloggen.
We gaan nu lekker een radiosoortje nemen en ik denk dat ik het heel vies vind. Dat hebben we ook. Dat kunnen wij makkelijk. Die hele fles. Ja, die doen we wel. Oké. Oh ja, dat is goed. Ja. We moeten jullie het doen. Ja, tot het randje. Tot het randje. It's not that it's very hard to keep it, no? Ja. We moeten ook proosten. Terwijl we hier met allemaal fit girls aan tafel zitten die alleen maar, dit eten. En een kopje groene thee nemen. Ja, je kijkt er lekker naar. Je zit lekker aan de ananas te kluiven. Of niet? Ik heb het gezien. Ik moet eigenlijk ook aan de ananas kluiven. Ja. Oké. Daar gaan we. Proost. I don't like drink that. Op Nivea. Op Nivea. Cheers. Drink that I don't like. Oh my god. Oh my god. Zo, we zijn terug in het hotel en we drinken nog een laatste wijntje. En we krijgen gewoon live muziek van deze mooie Griekse man. Smile! Hi! Pretty! Zijn nog eens het hier? Nog een camera! Double vlogging, echt waar. Hoe gezellig! Hey allemaal, het is inmiddels 1 uur 's nachts en het was echt een super gezellige avond. En dan zie ik jullie morgen. Ik ga om 8 uur ontbijten en om 9 uur moet ik klaarstaan om opgehaald te worden om naar het vliegveld te gaan. En dan vlieg ik weer naar Nederland. Dus ja, misschien ga ik deze vlog hier afsluiten. Nee, ik zie jullie morgen nog op het vliegveld. Lekker slapen en tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdagochtend, dus iets over 8. Ik ben mega moe. Ik had me weer verslapen, want de wekker die ging weer niet af. Maar goed, ik loop nu naar het ontbijt. We worden om 9:30 opgepikt. Het is echt al heel erg lekker weer nu. Check dan jongens. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik wil hier echt heel graag weer terug naartoe. Maar goed, Janine die zit ook al bij het ontbijt als het goed is. Dus we gaan even lekker eten. En dan gaan we naar het vliegveld. Dan hoop ik dat ik in het vliegtuig ook een beetje kan slapen. Ik ben nog een beetje moe. Kijk eens. Hoe mooi is dit? Nou, het was er dan alweer. Ik ga afscheid nemen van dit veel te mooie plekje hier. En stiekem hoop ik dat ik hier een keer terug ga komen. Het was echt een heel erg fijn hotel. En voor degene die het zich afvroegen welk hotel het is. Het is St. Nicholas Bay Resort, hotel en villa's op Kreta. Echt een heel erg mooi luxe hotel met heel veel aardige mensen. Oké, ik heb mijn koffer gepakt en dan ga ik nu naar de lobby toe. Dus ik zie jullie zo meteen op het vliegveld weer. Nou jongens, het einde is in zicht. We lopen nu naar het vliegtuig toe. Wel een beetje vertraging. Maar goed, we gaan dit mooie Griekenland.